boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls, en welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Anton Dillen en vandaag gaan we een EFC video doen van Team of the Tournament. Ik speel altijd een beetje later met de promo, omdat ik dan ontopnemen ben als de ene promo uitkomt en de andere gedaan is. Het is dus Team of the Tournament. We zullen zien wat we gaan krijgen. Het is Team of the Tournament. En ik neem deze video, alleen deze intro op donderdag 18 juli om 13:38 neem ik deze intro op. Dus we gaan nu tijdens Team of the Tournament packs openen. En we zullen wel zien wat we gaan krijgen bij Team of the Tournament. Ik check jullie guys bij de outro. Let's go, we gaan door naar Team of the Tournament. Let's go! Oké, boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Ik heb 40 20 plus player picks klaargezet voor dit stukje van de video. Let's go, we gaan ze open doen. In de eerste zit 84 Golashi. In de tweede zit Provedel. In de derde zit 84 Bremer. In de vierde zit 87 Oberdorf. In de vijfde zit 82 Pickett. In de zesde zit 83 Onaj Simon. In deze zit Fofana. In deze zit Ludmila. In deze zit Diaby. In deze zit Trend. In deze zit Neyau. In deze zit Havertz. In deze zit Molina. In deze zit Coman. In deze zit Ramiro. In deze zit Pickford. In deze zit weer al Pickett. In deze zit Durek. In deze zit Christensen. In deze zit Lemar. In deze zit Lucas Hernandez. In deze zit Shaw. In deze zit Marco Asensio. In deze zit Leroy Sané. In deze zit Luke Shaw. In deze zit deze zit Jakobson. In deze zit Modric. In deze zit Szczęsny. In deze zit Jorginho. In deze zit Heuberg. In deze zit Frimpong. In deze zit Bernardo Silva. In deze zit Gaia.
De ene derde zit Manum. En de derde zit Heung-min Son. In een derde zit Müller. In een derde zit Mbok. In een derde zit Jobel. En de allerlaatste zit Matthijs de Ligt. Let's go. En nu hebben we ook nog 5 packs gedaan. Pakket met 19 spelers en daar zit in Belgisch spits Luc Openda. Openda, ik dacht al Lukaku, maar het was Openda. Hey, Openda, Openda. Pakket met 19 spelers, let's go. En daar zit in Spaans, links buiten FC Barcelona, Ferran Torres. Let's go with the Disney Channel flow. Volgende packje, pakket met 19 spelers. En daar zit in Portugees rechts midden. Dat is dingen, hoe noemt hem dat weer? Otavio. En ik heb die hier dubbel, dus ja, let's go with the Disney Channel flow. Hey. Pakket met 19 spelers en daar zit in Spaans center mid Parejo. We pakken Parejo, lekker een Parejootje. En nu hebben we nog een pakket met 27 spelers. Hey, daar zit in, ja, daar zit in Italiaans linksachter Juventus, dat is geen balkoud. Dat is Boateng. Let's go. Oké, boys and girls. Het is 7 uur. En ik ben benieuwd wat er in het nieuwe. Ja, het is vandaag zondag, dus misschien nieuwe dinges in de game. We zullen wel zien. Geen nieuwe mijlpalen of zo. Dat is gewoon nog niks voor de speet te pakken vandaag. Nu zien er SBC's. Ja, ik zie hier zo niks. Dan nieuw is, denk ik. De grote finale, dat is nieuw. Voor de rest is er niks nieuws. Vitinha was er ook al, dus er is niks nieuws. Buiten die uitfinale. Let's go. Oké, boys and girls. Het is maandag. We hebben een premium guard pakket en een gouden speelspakket van de draft van gisteren. Die dat ik gisteren geëindigd heb, dus ja, let's go. Premium guard pakket en daar zit in. Frans. Centerback. Dat is de Leipzig, dat is niet goed. Dus, Simakan. En een gouden speelspakket. Wat zit daarin? Italiaans keeper. Meer, denk ik. Let's go. We kunnen ook nog een previewpakket openen. En dat gaan we ook doen. Let's go, en daar zit in Argentijns centerback Licha, Lisandro Martinez, let's go. Oké, boys and girls, ik heb 2 zeldzame gouden speelspakketten klaar staan. Maar eerst heb ik nog 8
81 plus player picks en 2 86 plus player picks. Dus eerst gaan we de 81 plus player picks opdoen. In de eerste zit gelijk een 89 Alisson. In de tweede zit Bila. In de derde zit gelijk een 83 Dani Olmo. In de derde zit ja, beter dat een minder. In de derde zit Hagel. In de derde zit 85 Sheridan. In de derde zit Di Maria, die of Di Maria. In de derde zit deze vrouw. Dan de eerste 86 plus player pick. Hopla, Lobotka. En in deze zit Egerberg 89. Ja, ze zijn wel decent. De 86 plus player pick zijn wel decent. Dan de eerste twee zeldzame twistpakket. En daar zit in Uruguay centerback. Dat is Jimenez. En Traoré. De tweede Tour en Gold Player Spec. Dat is in. Nee. De zingen dat is. Sutalo. Derde Tour en Gold Player Spec. Dat is in. Nee, dat is. Hierke. Malasia. En Mojica. Dat is ook niet goed. In de Tour de Gold Player Spec zit Schots, CVM. McGregor, hoe noemt hem daar? McGregor, let's go. In de deze Tour de Gold zit Duits, centerback. Rudiger. Let's go. Twee Rare Golds. Dit is in Orban. En die heb ik dubbel pack, dus die mag gewoon naar weg. Twee Rare Gold Players Pack. En dit is in Japans, rechtsbuiten. Sugita. Let's go. Deze Tour de Gold en daar zit in. Wie dat ding alleen noemt hem daar? Lucas Paqueta. Hier zit in. Kim in J. En Calabria, let's go. Dit is Tour de Gold Player Spec zit. Ik weet dat niet, ik heb hem niet weer gezien. Ja, Götze. Tour de Gold en dat zit in. Portugees, linksbuiten. Dat weet ik niet wat is. Nuno Santos. Deze zit Spaans, CVM. Oké. En die pack heb ik ook al dubbel. Tour de Gold en daar zit in. Zou het Cobel zijn? Het is Cobel, let's go. Dit is weer een gold zit. Hoe noemt hem nou weer? Sangare. Twee weer een gold zit erin.
Rossitalo. Diretor er gold zit. Portugees. Keeper. Ja, Costa. Allee, Lopez. Wauw. En de tweede de gold zit. Dat weet ik niet. Dat is de vuur. De tweede de gold zit. Engels, linksachter. Brentford als Henry. Two red golds, let's go. Moest leren aan voor deze. Pagodimos, wauw. Two red golds, en daar zit in. Spaans, rechtachter. Marcos Llorente, denk ik, of Isa. En Sheila, let's go. Oké, boys en girls. Het is dinsdag. Ik ben terug van het werk. En we hebben nog eens de laatste dinsdag plus speerpik gedaan. En dat zit in. Daarnaar. En we hebben 6 cent, not gonna lie. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is 20:28 op dinsdag. Hebben we 2 keer 34 van de 7 assists gegeven met Futis Fabinho. En we gaan de 2 keer 84 open doen. Hopen op een walkoutje. Hopen op misschien een special card. Let's go. 3, 2, 1. En daar zit in. Dit is een special card. Het is. Wie is dat? Shaka. I mean, 95 rated Granite Shaka. I mean, not gonna lie. He's good. He's very good. En is hij voor hoeveel dat hij gaat? Zo ongeveer een 40k. I mean, not gonna lie, he's very good to have. Ja, ik kan niet Shaka altijd hoeven te krijgen. Let's go. Oké, boys and girls, het is donderdag nu. Hi. We hebben de 5 keer 83 of de 83 x 5, zoals ik zeg. We hebben ook de dagelijkse doelstelling voltooid. Wekelijkse doelstelling zijn nog niet gekomen vanavond, denk ik. Dus we hebben 1 pakketje in de store staan. Wat gaat het zijn? Een 83x5. Maar eerst, zoals jullie weten, hebben we nog een privépakket. Dus gaan we eerst hier doen. En daar zit in. Zweeds, centerback. Sembrand, of noemt ze daar? Sembrand, ja. En 83x5, let's go. En daar zit in. Braziliaans, keeper. Ederson is een dubbel walkout, dus geen dubbel walkout, dus dan skippen we die gewoon. Let's go. Oké, boys and girls. Het is donderdagavond. En we hebben de daily login voor Futis gedaan. 2 keer 81 en daar zit in. Spaans, linksachter. Valencia, dat weet ik niet. Is dat Gaia? Dat is Gaia, let's go. Volgende pekje. 2 keer 33. En daar zit in. Italiaans, keeper. Donnarumma.
een walkoutje. Die weer kunnen inleveren in zo'n dubbele shit pakket. Oké, pakket met 27 spelers en dat zit in Italiaans. Linksachter. Wie is dat? Dat is een vrouw. Denk ik. Dat is Boateng, let's go. En nu nog een pakketje, zeg, pakket met 27 spelers en daar zit in. In Nederlands, CA. Memphis Depay. Let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdag en dit is een aanwegend footies. Maar we hebben nu de 84 maal 2. Dus wat gaan we krijgen? We krijgen een Engelsman, we krijgen een spits van Aston Villa. Dat is Dali, denk ik. Dat is geen walkout, dus dat is Dali. Dat is een 85 rated spits. Die we waarschijnlijk nog niet hebben. Nee, die hebben we nog niet. Thiago Silva hebben we ook nog niet. Dat is twee. Dat is een 84 en een 85. Dat is een aanvullend footies. En ik heb er zin in. Let's go. Oké, boys en girls. We zitten op het tweede account. Op het SBC account. RTG account is dat niet. Op het SBC account. En hier hebben we dus Champs Quality. Dat is van Vergang. We hebben nog een 100k pakket. En wat we hier ook gaan doen is dus de daily login doen van Futties, want hier doen we die elk jaar op. Op Futties de dagelijkse aanmelding SBC. Dus die is er ook al. Oké. Dagelijkse aanmelding SBC is hier gedaan. Hier gaan we eens zien. Pakketten voor jou, 50k pakket. Premium gaat briefpakket. Wat krijgen we hieruit? Een Nederlandse centerback van Newcastle als Botman. Hier krijgen we een borderspeler uit ons briefpakket. We gaan hier eerst de 2x81 open doen en daar zit in Duits, centermid, dat Brits. Dus dat is gewoon. Dat is wel goed voor. Hey, hier heb ik nog niet veel packswapen gedaan. Dan 2x83, alles wat erin zit kan dubbel zijn. Dus we krijgen nu Galair. En die hebben dubbel. En nu, hier op de 100k pakket. Wat zit hierin? De Spaanse centermid. Parejo is een dubbele walkout. Het is geen dubbele walkout, dus we krijgen gewoon Parejo. Op het tweede account en die hebben sowieso al dubbel, dus dat gewoon weg. Dit is wat we hier nu kunnen doen. Hier ga ik dus vanavond of morgen nog de daily login op doen. Dus ja, let's go! Oké, boys en girls, het is 7 uur 's avonds op vrijdag 19 juli. Dat betekent Batch 1 en Team 1 van Futties Hit Impacts. En we zullen zien wat er. Oh, ik weet niet wat Batch 1 is inhoudt. Welke speler er Batch 1 zit. Drie keer 85, wauw. Oké, ik reed niet weg. Dus we moeten de game opnieuw opstarten. Hey, dat is weer leuk. Dan zien we misschien wel welke special cards dat er in packs zijn. Ondertussen ben ik ook naar een nieuwe video van de Punk zitten aan het kijken. Pubgolf in Duitsland.
Oké, EA. Oké. Ultimate Team, we gaan het induiken. Nou, we zien geen laadscherm precies. Dus we krijgen een 3x85, I guess. En voet is aan dubbel aantal actieve evoluties. Oké, we gaan naar doelstellingen kijken wat we kunnen. Karim Adeyemi. Dadelijk spelen. Dat kunnen we nog voltooien. Goed, die is thuis en uit nu. Zijn er mijlpalen? Nee. Eerst gaan we SBC doen. De dagelijkse login. Let's go. Nu gaan we naar upgrades zien. Een 86 graden squat voor deze. Oké. Live. Wat krijgen we met de dagelijkse spelen? Hoor je een 95 prem als je dadelijk speelt? Zet 5 keer. Let's go. Oké, we gaan de 3 packs die in de store zijn open doen. Eerst gaan we zien of er een 10 muntenpakket is. Geen 10 muntenpakket. Eerst gaan we zien naar is. Naar de footies kids. 45k voor de kids. Oké. Okay. Eerst gaan we 2x82 open doen en daar zit in. Frans, centerback. Inter Milan, dat is geen goede speler, I guess. Zeg dat is Pavard. Oké, 2x83 en daar zit in. Is dat nu een footies of wat is dat voor een kaart? Engelse centerweg. Ah, dat is een Future Stars. Allee. We krijgen onze eerste promo, een Future Stars Letizier. En een 84 Marcos Llorente. Oké, Future Stars hebben we ook al. Nu een 3x85. Wat zit daarin? Dat is een. Wat voor kaart is het? Zakaria Winter Wildcards. En. Isco Team of Season. Als er nu nog een. Ansu Fati. Zakaria Winter Wildcards en Team of the Season. Isco. What the fuck? Nice. Dan gaan we nu door naar het tweede account, waar ik dus ook EAFC en op speel. En dus de dagelijkse logins ook op doe. Dus gaan we nu daar ook eens kijken. Dus we gaan daar hier ook op eSports FC. En we gaan eens zien wat hierop te zien is. We hebben echt al zieke packluck gehad. Letizier. Future Stars. Niet de Wildcard Zakaria, Team Season Isco, Thunderstruck, Ansu Fati. Echt wel al 3 goede kaarten. Ik hoop nog dan op de Team 4 Icon R9 nog te pakken deze week.
Als het een update account is, is het update account. Maar hier gaan we nu ook dus de daily login op doen. Futisdaagse aanmeldingsupgrade. Gewoon een bronzen, gewone earhub. Die zit ook in de SBC nu. Zo. We gaan naar doelstellingen, naar live. Eerst naar basis. Dan krijgen we nog een 75 beoordeling speler. Twee keer voltooien, hebben we ook gedaan. Zo. Ik hoop dat we hierop redelijk goede. Dus eerst gaan we de 75 plus speler open doen. En dat is gewoon een Franse. Simakan. Dus nu de 2 keer 82 en daar zit in. Wie is dat? Dat is een carpenter zeker, of noemt ze dat? Catley. Ook zoiets. Oké. 2 keer 83, wat zit daarin? Daar zit ook weer een Spanjaard, een centermid. Wie is dat? Michel Merino? Michel Merino. 90? Ja, 90 kreeg het. En nu de 85 x 3. Let's go. En daar zit in. Is dat nu een icon? Krijg je sowieso een icon eruit. Kopenhagen, ja, dat is die Larsson. Gattuso, 87. I mean, not gonna lie. It's kinda mid. 87 Gattuso. It's kinda mid. En die Larsson is ook niet zo decent eigenlijk. Dus ja, this was kinda mid. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben dus de 3 potjes gespeeld voor vandaag. Nu is het afwachten, gaan we nog Elite 3 zijn. Of Elite 1 zijn of Elite 2. Ik heb 44.000 punten. Normaal gezien moet dat genoeg zijn voor Elite 1. Het gaat ook de eerste keer zijn in mijn hele carrière van FIFA. Dat ik Elite 1 haal. Dat zou wel nice zijn, moest ik dat halen. Dus, ja. We hebben 5 packs in de winkel klaarstaan. Ik hoop dat we daar nog een paar goede spelers uit pakken. 2 keer 80 plus en er zit in. Spaans, center mid. Parejo, kan dat? Jazeker, het is Parejo. Saúl. Maar die mag gewoon weg. Oké. Volgende pakje. 2 keer 81 plus. En daar zit in. Frans. Spits. Paris Saint-Germain. Zou het. Nee, het is Colomani. Natuurlijk. Zou Mbappé al zijn kaart hebben van Real Madrid? Ik weet het niet. 2 keer 82 plus. Let's go. En daar zit in. Daar heb ik nu niet gezien welke klant dat was. Ja, dan. Dan weet je dat maar Gerard Moreno is als een spits van Villarreal. 2 keer 83 en daar zit in. Is dat nu een icon? Nee, toch niet. Het is een. Waar is die kaart? We noemen die kaart weer. Ultimate Dynasties en Thunderstruck. Ultimate Dynasties en Thunderstruck Klosterman. Let's go. En dat ik even een icon kreeg. Oké, 3 keer 83 en daar zit in. Italiaan, spits. Ja, dan weet je dat. Maar kut is dat maar een Girelli is. En dan geen wall, en dan geen meerdere walkouts heeft en geen special cards. En shall let it go. Well. Oké, boys en girls, het is nu zaterdag. Zoals ik al gezegd had,
ben ik vandaag dus niet veel thuis geweest. Ik heb dat gisteren dus in de video gezegd. Dat ik dus ja, vandaag naar de voetbal ging. Even drinken, sorry. En vandaag is naar de voetbal geweest en let's go. Ja. We gaan vandaag de dagelijkse login nog doen. We kunnen morgen vroeg nog eventjes spelen. Allee. Is dat nu serieus? Dan loopt de game nu al vast. En we moeten nog opnemen. We moeten nog het dagelijkse login doen. What the fuck. Dus ja. Het was vandaag echt wel een leuke wedstrijd. Allee, het was een leuke wedstrijd tot de... Ja. 70ste minuut, zal ik maar zeggen. Toen was het een beetje, ja... amok en zo. Dus... Ja. Pardon. Het wil een beetje amok maken en zo. We gaan eens naar SBC zien welke SBC's erbij komen zijn. De dagelijks login moeten we doen. En dat is gewoon 1 bronzen gewoon inleveren. Hup, hup, hup. Als dat nu lukt, ja. En dan gaan we naar upgrades zien. 84x10 85x5 footies. Team of season, team of the week. Uitdagingen. Oké. Okay. Dan gaan we nu naar doelstellingen. Live. 3 keer voltooien. Hup. Dan eens kijken bij speel, want normaal gezien heb ik tegen morgen. Zeggen, ik heb nu nog altijd Elite 1. Maar het kan zijn dat ik Elite 2 rewards heb morgen. Dus ofwel Elite 1 ofwel Elite 2 rewards. Eén van de twee. Ik hoop natuurlijk Elite 1 rewards. Dan zou het een van de eerste keren in mijn hele carrière van FIFA zijn. Dat ik Elite 1 haal en is niet Elite 2 of Elite 3. Premium goud premium pakket moet je ook nog doen. En daar zit in Frans centerback van Chelsea. Dat is dingen, hoe noemt hem daar? Die Sassi. Ik dacht die andere. En we hebben 2 pakketten. 2x83. En de eerste zit. Ja, dat is Willy Orban. En die pakket. We kunnen gewoon discarden. En in de tweede 2x83 zit. Daar hebben we letterlijk geen walkout uit de 2x83. Terwijl er zoveel special cards in packs zijn. What the actual living fuck. Dan ga ik toch nog proberen van... één potje te spelen. Dat ik rijden kan claimen. Dan hebben we hier 400 425 475 550 XP. Dan hebben we nog, dan zitten we morgen vroeg aan niveau 10. Dan ga ik gewoon nog mijn laatste potje singleplayer eraf spelen. En dan zie ik jullie guys bij de rewards morgen. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben dus het laatste potje van de draft gespeeld. Ik was vergeten dat we het laatste potje van de draft moesten spelen. Dus we hebben 12-0 gewonnen.
Wat krijgen we voor packs? Premium Goud pakket en Premium Jumbo Goud pakket. That's great. That's really, really great. We hebben rijten geclaimd. Kuro rijten. Hi, shoddy. Let's go. And let's go. We hebben twee packs in de store staan. Een premium gaat pakket als eerste en daar zit in. Ja, dat is Patrick Schick, denk ik. Let's go. Hebben we ook nog een 100k en Jumbo gaat pakket. Let's go, daar zit in. Almiron. Let's go. En nu premium Jumbo gaat pakket. Let's go. En daar zit in. Serieus, geen walkout. Gun deze man iets. Let's go. Check jullie morgen met Rewards. Oké, boys en girls. Het is zondagochtend. 6:15 en we hebben de 3 potjes gespeeld. Ik heb gisteravond nog 1 potje gespeeld en nu heb ik er 2 gespeeld. In deze ochtend. Dus we hebben 4 dingen voltooid. Dus we krijgen een 2x80, een 2x81, 2x82, 2x83. En een 2x84. Dus als daar geen promo in zit, dan weet ik het ook niet. Dus we gaan deze packs open doen. Eerst een 2x80 en daar zit in. Wie is dat? Prasnikar of zoiets? Prasnikar, let's go. Twee keer 81 plus, let's go. Dat is de cam van mijn levenkozen. Kan Wirt zijn. Het is af, man. Let's go. 2x82 plus en daar zit in. Duits. CVM. Mijn levenkozen is Andrig, denk ik. Dan zeg je dat is Andrig. What the fuck, maat. Oké. 2x83 plus en daar zit in. Pols, keeper. Chesney is sowieso een walkout en het is 1 walkout maar. Dus. Let's go. En nu de 2x84 plus en daar zit in. Wat is dat? Dat is zo'n ding zeker. Is dat Dunk? Ja, dat is die Dunk zeker. Dat is een Centurions kaart, what the fuck. Wat ik gisteren ben vergeten te doen. En dat geef ik eerlijk toe. Ik heb hier gisteren niet meer aan gedacht. Is om op het tweede account. Dus op het Dylan en Sven account. De dagelijks login te doen. Dus we gaan die nu doen. Ja. What the fuck, man. Ik ben niet juist wakker. Ik ben al van... Al van 5 uur wakker, dus, ja. Dus ja, we gaan nu hier op de daily login doen. Die Maldini wil ik wel eigenlijk. Oké, SBC hier gaan we dus de footies.
dagelijkse aanmelding als BC opdoen. Oké, ik ga hier een paar bronzen moeten kopen, denk ik. Dus wat ik hier doe, ik ga gewoon even op Transfermarkt. Bronzen gewoon 200. Oké, heb ik die ene gewonnen? In behandeling. Let's go, we hebben hem gewonnen. We hebben hem mijlpalen. Hopla, we krijgen een draftoken pakket. Oké, drie keer voltooien. Hebben we hier ook nog gedaan. We gaan eerst het drafttoken pakket hier hebben. Misschien dat ik hier dan op deze account ook een draftje ga doen. Daar zit in. Spaans. Linksachter. Let's go. Twee keer 83 plus en daar zit in. Spaans, rechts buiten. Marco Sensio, wist je dat zijn moeder Nederlands is? Wauw. 2 keer 83 plus, let's go, en dat zit in. Spaans CVM. Nu weet je wat koken is. Let's go. Oké, boys en girls, het is 10 uur en 5 ondertussen. Allee, 10 uur en 6 ondertussen al. We hebben Elite 2 geword. Spijtig genoeg niet Elite 1. Ik had ietsje te weinig punten voor Elite 1. Maar we hebben wel Elite 2 geword. En we hebben nog eens de reward van de draft. Die dat ik nu heb opgestart. Allee, nu dat ik dat straks had opgestart. We hebben Elite 2 squad belts geword. En we gaan eerst de TOTS pakketten opdoen. En ik denk dat ik voor die Salma Pardoluello ga gaan. Hoogste rated. Komt goed om vast in komende SBC's. We hebben hier iets bij doelstellingen voltooid. Internationaal feest. Nu gaan we voor die 20x83. Ik denk dat ik die vandaag wel zal hebben. Wat moet ik hiervoor doen? Die naam is 5. Dus noods koop ik nog die Footies Thuis Kit. Die ga ik ook kopen. Zoiets. Weet je wat ik ga eerst... eerst kopen die... Footies Thuis Kit. Eerste fut is thuis nu gekocht. Dat ik die toch, dat ik toch wat meer XP kan farmen. Eerst een premium goudpakket en daar zit in. Bel, rechts midden. Manchester City, dat is een ding. Doku, ja, dat is juist. Waarom zeg ik op Enda? Dat is Doku, let's go. En dan de volgende pakket is een premium gouden speelspakket en daar zit in
Spaan, Saint-Denis, Messi, Barcelona. Zou er wel gaat zijn, ik weet het niet. Nee, het is Gavi. Dus ja, let's go. Nu krijgen we een Premier Jumbo Goud pakket 26 en daar zit in. Argentijn, center back. Dat is natuurlijk zo'n conmobol kaart, denk ik. Dat is zegen. En nu. Zeldzame speelspakket en daar zit in. Pols, spits. Pajor. En dat is weer decent. Let's go. Shoo. En dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. De volgende video is de video waar ik mijn darts spullen dat ik van Pro Darts heb gekregen ga unboxen. En dan is de video van de. Van de dingen van de OHL, alleen van de matchday vlog van de OHL Lens. En dan volgende week vrijdag hebben we terug een EFC video. Nu ga ik dus ja spelen. Dus ik check jullie guys graag terug vrijdag bij de Pro Darts video. Let's go. Bye bye!